Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we het hebben over delers en veelvouden. Nou, laten we eens even kijken. We gaan eerst even kijken naar de delers. Nou, als we alle delers van 24 willen opschrijven, dan gaan we kijken door welk getal is 24 te delen. Nou, wat je hier ziet is dat 24 is te delen door 1. En dan krijg je 24. Door 2 is 12. En delen is dus eigenlijk, je kan een getal delen door iets en dan krijg je een mooi rond geheel getal, dus zonder komma's. Nou, wat we zien bij 24 is 24 gedeeld door 1 is 24, gedeeld door 2 is 12, gedeeld door 3 is 8, gedeeld door 4 is 6, gedeeld door 5 kan niet, gedeeld door 6 is weer 4. En op dit moment zijn we eigenlijk rond en dan kunnen we dus terug. Dus dan kunnen we kijken, oh, dan is de volgende is 24 gedeeld door 8 en dat is 3. Dan doen we 24 gedeeld door 12 is 2. En als laatste doen we 24 gedeeld door 24 en dan hebben we weer 1. Dus de delers van 24 zijn eigenlijk 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24. En wat je ziet is je begint altijd met 1 en je eindigt altijd met het getal zelf. Nou, laten we eens even kijken. Schrijf alle delers op van 100. Nou, laten we eens even kijken, wat zijn de delers van 100? Nou, we nemen 100 en we doen 100 gedeeld door 1. Dus de eerste is 100. Dan gaan we naar de volgende. Je mag ook je rekenmachine gebruiken als je niet weet. Probeer het zoveel mogelijk zonder, maar het mag wel. Hey, 100 gedeeld door 2 is 50. Nou, gaan we voor volgende kijken. 100 gedeeld door 3 kan die. Nou, laten we even hiervoor de rekenmachine pakken. 100 gedeeld door 3 is, oh, dan krijgen we een breuk, dus dat is een komma-getal. Dus nee, 100 gedeeld door 3 kan niet. 100 gedeeld door 4 kan weer wel. Dat is namelijk 25. Nou, doen we 100 gedeeld door 5. Die kan ook, dat is 20. Gaan we 100 gedeeld door, nou, laten we eens even kijken. 100 gedeeld door 6 kan dat. Eentje terug, 100 gedeeld door 6. Nee, dat is een komma-getal. Gaan verder, 100 gedeeld door 7 kan dat. Nee, ook niet een komma-getal. Doen we 100 gedeeld door 8. Nee, ook een komma-getal. 100 gedeeld door 9. Nee, ook niet. En 100 gedeeld door 10. Ja, die kan wel weer. Dat is namelijk 10 zelf. Dus 100 gedeeld door 10 kan wel. Dat is 10 zelf. Oké, nou, dat betekent ook dat we rond zijn, want we hebben gedeeld door 10 en we hebben 10 zelf. Dus dat betekent nu kunnen we weer terug gaan werken. Dus dan kunnen we doen 100 gedeeld door 20 en dat is weer 5. We kunnen doen 100 gedeeld door 25 en dat is weer 4. 100 gedeeld door 50, dat is weer 2. En dan kunnen we als laatste doen 100 gedeeld door 100. En dat is 1. Dus alle delers van 100 zijn 1, 2, 4, 5, 10, 10, 20 25, 50. En 100 zelf. Dus 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 en 100 zelf. En zo hebben we alle delers van 100 gevonden. En we zagen hier waren we halverwege, want hier was het antwoord hetzelfde als waardoor we deelden. En op dat moment kan je teruggaan. Soms is het ook niet helemaal precies hetzelfde. Dan zie je hier zo, hier zag je 24 gedeeld door 4 is 6. En vervolgens 24 gedeeld door 6 is 4. En dan zag je ook, ah, hier zijn we rond, want hier is het antwoord. Van de een is de deling van de ander. En dan kon je daarna terug. Dus 8, 12, 24. Hey, gaan we nu kijken wat zijn veelvouden? Nou, veelvouden is iets makkelijker. De eerste vier veelvouden van 6, dan ga je gewoon doen. 1 keer 6 is 6. 2 keer 6 is 12. 3 keer 6 is 18. En 4 keer 6 is 24. Dus de eerste vier veelvouden van 6 is 6, 12, 18 en 24. Nou, laten we hier eens kijken. Schrijf de eerste drie veelvouden van 8 op. Dus dan krijgen we 1 keer 8 is 8. 2 keer 8 is 16. En 3 keer 8 is 24. Nou, dus de eerste drie veelvouden van 8 zijn
8, 16 en 24. Dus veelvouden is gewoon een aantal keersommen. En hier zei ik de eerste vier veelvouden. Dus dan doe je de eerste vier keersommen van 6 en daar de antwoorden van. En hier zeg ik de eerste drie veelvouden van 8. Dus dan doe ik de eerste drie keersommen van 8. En schrijf ik daar de antwoorden van op. Dus de veelvouden is wat makkelijker dan de delers. Nou, je mag bij allebei mag je je rekenmachine gewoon gebruiken. Hey, dankjewel voor het luisteren weer en succes met het maken van de opgave. En tot de volgende wiskundeles weer.